Aperture heeft een LED-paneel wat eigenlijk niet echt groter is dan een fatsoenlijke iPad. De H528. En deze komt in drie varianten. Dit is de W van Wide. Je hebt ook de S met een smallere bundel. En je hebt een B-Color uitvoering. En het nadeel van B-Color, je kan de kleurtemperatuur wel mooi regelen. Maar het vermogen is toch altijd aanzienlijk minder. En dat is wel jammer. Nou, deze zijn gewoon geëikt op daglicht. 5600K uit mijn hoofd. Maar om een warmere tint te maken, kun je er ook nog gewoon een venster in schuiven. Dat krijg je meegeleverd. Nou, buiten deze oranje krijg je ook gewoon een witte mee. En je krijgt een adapter mee voor een statief. Je kunt hem aan de onderkant aansluiten of aan beide zijkanten. Nou, wat zit er nog meer bij? Een adapter. En als je die erin prikt, je ziet achterop de volgende dingen. De adapteraansluiting, de aan- en uitknop. Een venstertje met daarin de kracht. Een batterijstatus, want er kunnen ook twee batterijen op. En een draaiknop om de kracht te regelen. Nou, die twee batterijen die erop kunnen, die worden niet meegeleverd. Maar op zich zijn die ook niet zo gek duur. Het zijn gewoon batterijen van het Sony NPF systeem. Verkrijgbaar in verschillende diktes. En je kunt ze er gewoon op klikken. Hou in de gaten dat je twee batterijen nodig hebt. Met één batterij zal die niet werken. Nou, wat is nou het mooie? Als ik hem, ik kan hem gewoon met batterijen erop en de adapter gebruiken. Maar als ik hem uitzet, blijft hij de batterijen gewoon opladen. En dat is op zich natuurlijk wel iets heel moois. Hoef je niet een losse lader erbij te knopen. Nou, als je aan de draaiknop draait, dan zie je dat 10% gewoon omhoog loopt. Nagelang de intensiteit van de lamp. Wat is nou het mooie van deze lamp? Hij is lekker klein, hij is lekker portable en je kunt hem gewoon overal mee naartoe nemen. Je gooit hem zo achter in de auto en je slingert hem ergens op locatie gewoon op statief dankzij de twee batterijen.